Wij recyclen 225.000 ton kunststoffen per jaar op diverse locaties. En een van die kunststoffen is polyester, noemen we PET. En in deze locatie in Emmen maken wij PET voedselveilig. Wat je van ons ziet is deze fles, die ken je misschien wel, is van Bar-le-Duc. Die is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Dus wat wij doen is wij kopen onder andere deze flessen vanuit de Nederlandse en buitenlandse markt. En die brengen wij naar onze locatie in Zeewolde. Nou, snipperen we de flessen en wassen we de flessen en maken we het schoon tot, dat noemen wij een flake. Nou, deze flake die wordt in een extruder gestopt. En dan smelt je de flakes tot korrels. Daar gaat een klein beetje kleurstof bij om een constante kleur te krijgen. En nu zou je er al een plastic product van kunnen maken, alleen deze korrels zijn nog niet voedselveilig. En je krijgt ze pas voedselveilig als je ze heel lange tijd onder hele hoge temperatuur, onder hoog vacuüm houdt. Dan maak je het voedselveilig. En dat doen we hier op locatie in Emmen. Dan stoppen we die korrels in grote vacuümdrogers, laten we ze lang draaien. En uiteindelijk krijg je deze korrel eruit. Die is nu niet transparant, maar dat wordt hij wel als je hem opsmelt. En deze korrel is voedselveilig en die kan weer 100% ingezet worden voor het maken van bijvoorbeeld weer deze Bar-le-Duc fles. Zo is de cirkel weer rond. Dat is wat we hier op Emmen doen. Daarnaast is het zo dat je kunt er natuurlijk niet alleen een fles van maken, maar ook andere producten. En dat is onze start-up hier in Emmen, is dat we van ditzelfde product niet een fles maken, maar ook weer garens. Dit is een oude dioleen-axolocatie en we willen heel graag weer garens gaan maken, maar dan gebaseerd op 100% gerecycled materiaal. Dus echt sustainable, duurzame garens.